Een beetje kerk heeft een klokkenspel, dat kun je ook wel horen. En eeuwenlang was de kerk dan ook de grootste opdrachtgever voor klokkengieterijen. Nou, is tegenwoordig die religieuze markt in Nederland niet meer zo groot, maar Brabant kent nog steeds twee wereldberoemde, ik herhaal, wereldberoemde klokkengieterijen. IJsbouts en Petit en Fritsen. En wij gaan naar de oudste van de twee. Petit en Fritsen dus, in Aarle-Rikston. Opgericht in 1660 en het op twee na oudste familiebedrijf van Nederland. Maar nog steeds alive and kicking. Klokken hebben voor de mens altijd iets magisch gehad. Een klok is geen ding, maar een levend wezen. En geen enkele klok is gelijk. Elke klok heeft zijn eigen karakter en zijn eigen klank. En daarom heeft elke klok ook altijd een naam. En staat er ook de geboortedatum op. En wordt die voor kerkelijk gebruik ook nog gedoopt, alsof het een mens is. En het productieproces kan dan niet anders dan handmatig zijn. Gewoon stuk voor stuk. Er is geen sprake van automatisering. Frank Fritsen, de hoeveelste generatie klokkengieter ook alweer? De 16e. De 16e, allemachtig zeg. Ja. Ik liep net langs een hele batterij klokken. Hoeveel tijd is daar nou mee gemoeid om die te maken? Dit is een heel carillon, dat gaat naar Amerika en daar zijn we ongeveer 8 maanden mee bezig geweest. Kijk aan, zeg. Kijk aan. Nou was vroeger de religieuze markt de grootste opdrachtgever. Ja. Dat zal minder zijn geworden, denk ik. Ja, dat is voor Nederland wat betreft wel minder geworden. Maar God, we leven ook in de Filipijnen, waar heel veel katholieken wonen. En Singapore, en Zweden. Ja, je kunt ze gek niet bedenken of we leveren daar wel. All over the world? All over the world, ja. Nou is de verwachting dat in de komende 10 jaar een kwart van alle kerken de poorten zal sluiten. Dat betekent volgens mij een grote tweedehandsmarkt in klokken, of? Ja, het bisdom gaat kerken sluiten, dat is bekend. Er zullen zeker klokken vrijkomen. Het bisdom probeert ze wel eerst zelf te verkopen. En lukt dat niet, dan worden ze aan de klokkengieters aangeboden. Maar ik zeg altijd zo, wat met liefde gemaakt is, moet niet met geweld vernietigd worden. Maar wij proberen ze dan weer te verkopen. Recent heb ik 3 klokken teruggekocht van een kerk die afgebroken werd. En die heb ik kunnen verkopen aan een nieuwe te bouwen kerk voor Kenia. En waren dat toevallig ook klokken van? Dat waren klokken van Petit en Fritsen uit 1953. Dus dat is recycling van je voorouders, zullen we zeggen. Ja, kijk, en dat is ook met liefde gemaakt, dus dat moet je toch proberen ook met liefde voor weg te doen. Maak je nou nog steeds dezelfde klokken als 20 jaar geleden? Het principe van de klok is eigenlijk nog steeds hetzelfde als eeuwen geleden, het vervaren ervan. Maar ja, god, de entourage eromheen, de hardware die erbij hoort, ja, daar heeft ze natuurlijk wel innovatie plaatsgevonden. Zoals bijvoorbeeld bij het stemmen van de klok, hè? Bij het stemmen van de klok. Vroeger werd dat allemaal gedaan met klankplaten en stemvorken. En tegenwoordig wordt dat allemaal elektronisch gedaan. Even een kleine demonstratie? Ja, dat lukt wel. Doe maar eens. Ja. Die grondtoon. Nou, onder de priem. Nou, boven het octaaf. Boven kleine terts. Nou, de kwint. En Frank, even tussen het stemmen door, de onvermijdelijke vraag. Al 350 jaar een familiebedrijf, je hebt kinderen, hoe zit het met de opvolging? Ik heb 2 kinderen en als je diep in mijn hart kijkt, dan weet je het antwoord al. Okay. En je hebt nog 30 jaar om ze in te werken? Op zijn minst, op zijn minst. Oké, hey, hartstikke bedankt, ga door. Oké, Binnenkort is het kerstmis en volgens mij is dit de ideale plek om iedereen een zalig, gezegend of gelukkig kerstfeest te wensen.